Hallo, mijn naam is Michelle en ik neem jullie mee in de wereld van kunst en cultuur. Voor vandaag heb ik een kunstwerk uitgekozen wat niet in een museum hangt. Het is ook geen paleis, bijvoorbeeld zoals wij in Apeldoorn hebben zo'n mooi paleis. Het is ook geen haute couture jurk. Nee, het is een heel ander soort kunstwerk, want het is een kunstwerk met meer een maatschappelijke en sociale betekenis. Mijn konijn komt even binnengehuppeld. Maar het kunstwerk heeft dus een sociaal-maatschappelijke betekenis. En dat vind ik zelf eigenlijk vaak heel erg mooi. Dat je een kunstwerk op meerdere manieren kan inzetten. En eigenlijk ook de mensen wat kan helpen. Mijn kunstwerk is deze. Heel amateuristisch, even op een blaadje. Wat zie je? Je ziet vormen. Je ziet groene, oranje en blauwe. Die vormen, aan die uiteindes van die vormen zitten soort schelpen, zoals je ziet. Wat je ook ziet is dat het van een hard materiaal is gemaakt. Ik kan je verklappen dat het van epoxy harsachtige materialen is. Het staat ook in een ruimte, maar welke ruimte, ja, dat is niet heel duidelijk van dit plaatje af te lezen. Maar dit kunstwerk heet Smello Flowers. Het is gemaakt door een Belgische geurkunstenaar Peter de Cupre. Ik laat het nog even één keer zien. Nu herken je misschien ook meer dat het een soort bloemvorm is. Smello Flowers. Deze Belgische kunstenaar is gevraagd door een verzorgingstehuis in Doetinchem. Dat is dus ook waar het kunstwerk staat. Om een kunstwerk te maken die de bewoners een aantal oriëntatiepunten geeft om de weg terug naar hun kamer te vinden. Wat wil nou met deze bewoners? Deze bewoners hebben dementie en of Alzheimer en kunnen dus, raken ze hun geheugen kwijt en nou ja, dan weet je dus vaak niet meer uit je hoofd welke gang jij nou moet hebben waar jouw kamer aan zit. Nou, in de centrale hal, daar is dus dit kunstwerk neergezet. En op de centrale hal komen drie gangen. En elke gang is gemarkeerd met de ene gang met groene bloemen, de andere gang met oranje bloemen en weer een andere gang met blauwe bloemen. Nou, die bloemen, die hebben eigenlijk elk, niet alleen dus die kleur, ik bedoel, want de bewoners kunnen nog vaak dan niet onthouden, hè, van welke ik moet de blauwe hebben bijvoorbeeld. Ja, dat vergeet je ook. Nee, die bloemen zijn ook gemarkeerd met een geur. Dus elke kleur heeft zijn eigen geur. En dat betekent dus ook dat in elke gang ruikt het ook anders. En waarom hebben ze nou gekozen voor deze geur? Ze hebben het verzorgingstehuis, de kunstenaar, maar ook de hersenstichting heeft natuurlijk heel veel onderzoeken gedaan naar mensen met hersenziekte en de mensen met dementie en Alzheimer. En wat is daar nou uit gebleken? Dat bijvoorbeeld geur is een van de functies die dus niet weggaan uit je geheugen. En dat heeft ermee te maken dat het in je oudste geheugen zit, in je diepste geheugen. En daarom is je geur ook altijd zo sterk. En is het ook altijd zo dat jij bijvoorbeeld geur, als je ergens binnenkomt, kan het wel zijn dat je zegt, hey, het ruikt zoals bij mijn oma in huis. Of hey, ik herken een geur van toen we op vakantie waren daar en daar. Of hey, ik herken, het kan zijn dat de geur je doet denken aan iets positiefs, maar het kan ook zijn dat de geur een vervelende herinnering oproept. En dat heeft er weer vaak mee te maken dat bijvoorbeeld in een periode van je leven waarbij er minder leuke dingen waren, als er toen vaak een bepaalde geur was, dan associeer je dat ook in je geheugen met dus een nare herinnering. En daardoor kan het dus zijn dat dat gekoppeld zit, waardoor je dus meteen, ja, eigenlijk die emotie, die herinnering, die beleving kan dus ook heel negatief uitpakken bij een bepaalde geur wat je ruikt. Nou, terug naar het kunstwerk. Geur zit dus in je oudste geheugen, hebben ze dus onderzocht. En hoe mooi is het dat een kunstenaar eigenlijk dus een hele andere weg inslaat en dus via een kunstwerk eigenlijk dat mensen dus de weg terug naar hun kamer kunnen vinden. In plaats van dat er een of ander bedrijf komt die een technische oplossing verzint of bordjes plaatst. Nee, dat is dus het mooie wat een kunstenaar of een ontwerper of een fotograaf, of die hebben altijd een andere kijk en die zoeken dus ook op een andere manier eigenlijk een soort oplossing voor een
probleem, als je het een probleem wil noemen. Want zij kijken dus ook eigenlijk meer naar de kracht. Wat kunnen mensen nog wel met geheugenverlies? En zij kijken niet naar wat kan niet. Nee, zij zoeken naar de mogelijkheden. En zij gaan dus dan ook niet in de standaard oplossingen kijken. Nee, zij kijken gewoon heel anders naar dit probleem. En hoe mooi is het dus dat je als patiënt of cliënt in dat huis, dat je je dus ook meer mens voelt. Want jij hebt niet de zuster nodig, omdat je een uur loopt te dwalen. Waar is toch mijn kamer? Of een verpleegster. En jij hebt... de verpleegsters hebben ook eigenlijk weer meer hun handen vrij. Dus hoe mooi is het dat dus een kunstwerk eigenlijk een meer sociaal-maatschappelijke functie heeft. En dat het mensen helpt om de weg terug te vinden naar hun kamer via geur. Tot volgende keer!